is het met de Flevolanders, onze Flevolanders, mag ik toch ook wel zeggen, in het buitenland? Nou, die vraag leggen we volgend voor aan Johanna Kramer van Urk. Ze woont en werkt tegenwoordig in Brussel. Hallo Johanna. Hallo, goedemorgen. Zeg, wij hadden toch afgesproken dat jij eerst familiebezoek zou doen dit weekend en dan op weg naar Brussel even van de snelweg af zou gaan in de studio hier bij ons. Maar dit is een lijnverbinding, hoe zit dat? Klopt inderdaad. Het was geen familiebezoek, maar een essentiële reis. Want Flevoland is nog steeds rood. Oh. Wat dus inhoudt dat ik eigenlijk alleen voor essentiële reizen naar Flevoland mag afreizen. Maar goed, ik ben nu gewoon in Brussel. En ik zag dit interview natuurlijk ook niet echt per se als essentiële reis. Dus vandaar dat het nu telefonisch is. Ja, nou, gaat ook prima op deze manier. Zeg, hoe is het in België wat corona betreft? Nou, iets slechter dan in Nederland, maar ja, dit is wel slecht. Ja, en hoe groot zijn de zorgen daar dan? Nou, het grappige is eigenlijk, of grappige, het raar is wel dat we juist maatregelen nu hebben versoepeld. Onze quarantaine is bijvoorbeeld naar 7 dagen gegaan. Maar er zijn nu zo ongeveer 15 overlijdens per dag. De minister heeft ook al aangegeven van een tweede lockdown is best mogelijk. Ik ga niets uitsluiten. Er moet nu echt wel een kantelpunt komen. Maar anders ja, gaat gewoon eerst, zoals het in de eerste golf ging, gaat opnieuw gebeuren. Zeg maar. Ja, ja, ja. Je noemt de minister. Weet je nog geen naam van de minister? We zijn allemaal nieuw, hè? Ze zijn allemaal nieuw inderdaad. Ik weet altijd Van Den en dan nog iets erachteraan. Ja. Oh ja, Van Den Kramer. Hartstikke mooi. Zeg, even over politiek gesproken. Je hebt ook nieuws over jezelf. En dan gaan we weer even naar de Nederlandse politiek. Vertel. Ja, klopt. Nou, ik mag op plek nummer 15 staan voor de landelijke verkiezingen volgend jaar voor de ChristenUnie. Dus juist. Dat is wel echt heel erg gaaf. Ja, en is dat, nou, er worden natuurlijk een heleboel minister en staatssecretaris weer in het nieuwe kabinet en dan schuif jij zo in de Kamer. Moet ik het zo zien? Nou, ik wil eerst wel ervaring op de rol Tweede Kamerlid in plaats van meteen staatssecretaris. Nee, sorry, nee, dan begrijp je mijn vraag niet goed. Ik schat zo in dat je meteen bij de verkiezingen misschien net niet in de Tweede Kamer komt. Maar er komen een heleboel bekende namen, die worden dan weer minister en staatssecretaris. En dan komen die zetels weer en dan schuift dat zo door. Is dat je bedoeling? Ja, dat kan gebeuren. Maar ja, het is een raadsel wat er echt gaat gebeuren straks natuurlijk. Ja. Het is allemaal nog... eerst moeten we kijken wat de mensen gaan doen qua stemmen. Ja, maar plek 15, dat was ook wel een beetje je eigen inschatting of verwachting? Ja, ik ben heel blij dat top 5 is geworden. Want daarmee geeft de partijtop eigenlijk wel aan dat alle mensen in die top 15 geschikt zijn om meteen Tweede Kamerlid te kunnen worden. Dus dat is wel echt een eer. Ja, okay. Ja, want ik zit te kijken op de website van de ChristenUnie. Daar zie je zo de eerste 15 staan. Dan is het een beetje wit. En dan komt de rest. Is dat bewust? Een beetje wit, hoe bedoel je? Ja, gewoon een beetje wit. Er staat een leuke foto van jou. Een paar witregels. Ja, en een paar witregels. Oh, en dan komt pas mevrouw Gerdien Rots uit Zwolle. Ja, ik denk dat ze echt een beetje die scheidslijn van top 15 en de rest van de lijst. En veel vrouwen, hè, op de lijst. Ja, 50-50. Heel blij mee. Hartstikke goed. Ja. Wat zou een belangrijk punt voor jou zijn? Stel, je redt het tot in de Kamer? Ja, wel meerdere eigenlijk. Ik ben natuurlijk gespecialiseerd in visserij, dus dat sowieso. Maar ook milieubeheer en Europa aan zich. En ik vind het heel belangrijk dat we echt wel de verbinding houden van onze regio met de Tweede Kamer. Want dat mis ik nu toch wel echt. Oké. Okay. Zeg je, over ChristenUnie gesproken, je werkt voor Europarlementariër Peter van Dalen. Nou, het vergaderseizoen is alweer lang begonnen natuurlijk, ook in het Brusselse. Maar is dat nou, zien jullie elkaar of is het allemaal nog digitaal? Ja, we zien elkaar echt zelden. Dus het is voornamelijk digitaal. Vandaag is er wel visserijcommissie. Dan zullen we elkaar wel treffen, omdat Peter iemand vervangt als coördinator. Dus dat is wel achter gesloten deuren, zeg maar, die vergadering. Dus dat is wel nodig. Maar voor de rest is alles doen we via de digitale manier. Ja. Wat vind je ervan? Ja, het is wel wennen. Het is makkelijker om dingen af te stemmen, ook met je conculega's, zeg maar. Dan als je voor een gunst moet vragen via de telefoon of zo natuurlijk. Dus dat lobbywerk, ja, dan mis je wel echt dat persoonlijke. Maar het is niet anders. Nee, raken ze het niet beu? Gewoon nu doen met riemen die wellen. Ja, maar raken ze het niet een beetje beu? Nee, nee.
Ja, sommigen wel natuurlijk. En ik denk dat iedereen er wel over eens is dat we het liefst elkaar gewoon altijd face-to-face zien. Want we zijn gewoon sociale wezens. Ja. Maar ja. Het is niet anders, hè? Want hoe doe je dat persoonlijk? Met digitaal bedoel je? Ja, nou, ik bedoel, ga je nog naar vrienden? Ga je nog naar de kroeg? Nee, de kroeg is hier nu sowieso gesloten. Alleen nog restaurants zijn open tot 10 uur. Mm-hmm. Maar eigenlijk als we hier zijn, zitten we constant in quarantaine. Want we hebben wel vrienden, maar die wonen voornamelijk in Brussel. Nou, dat is hier natuurlijk ook echt een rode zone. Ja. En waar wij wonen is het nog goed eigenlijk. Dus die zien we ook niet. Ik kom echt alleen naar Brussel soms voor mijn werk. En dat is dus echt erin en eruit. En dat zit. Ja, en restaurants dus ook niet. Ga je ook niet heen nu. Jammer. Nee. En af en toe ook niet naar Urk. Johanna, even nog één ding. En voor jou persoonlijk, heb je corona nog een beetje buiten de deur weten te houden? Ja. Nou, gelukkig maar. En onze familie wel. Dus, mooi zo. Blij om dat te horen. Ja. Hey, daar zijn we door onze vragen heen. Oh nee, wacht, mag ik nog één ding vragen? Maar hebben we even tijd voor? Je sprak net over een visserijcommissie. Komt er nog nieuws uit voor Urk? Spreek je nou toch? Ja, vandaag praten we bijvoorbeeld over de Brexit Adjustment Reserve. De commissie heeft dan een gedachtenwisseling met ons. Dit is een soort instrument van 5 miljard euro over... Nou ja, als de Brexit doorgaat, zeg maar... Dat er een soort van reserve is voor de landen die het hardst getroffen worden. En in die landen de sectoren die het hardst getroffen worden. Dus dat is natuurlijk de visserij. Ja, dat is dan als ze niet meer in de Britse wateren mogen. Oké, dat is duidelijk. Hey, bedankt weer en tot de volgende keer. Hè.